Ja, fijn dat jullie er zijn. Ook namens mevrouw Grootje van harte welkom. Het commanderijcollege in Beekendonk en de gemeente Laarbeek hebben een oplossing gevonden voor de noodzakelijke extra huisvesting van de VMBO-afdeling. Dat is nodig door de toename van het aantal leerlingen. Er is een oplossing voor termijn tot maximaal 10 jaar en voor een langere termijn langer dan 10 jaar. Daarbij zijn alle relevante zaken zoals leerlingenprognoses, leerlingenstromingen, beschikbare gebouwen en onderwijskundige voorwaarden nader onder de loep genomen. In het nieuwe schooljaar 2017 wordt gebruik gemaakt van de bestaande en nog te plaatsen noodlokalen. Om te voorkomen dat na 10 jaar een nieuw probleem ontstaat, bijvoorbeeld als het leerlingenaantal niet daalt, wordt na 5 jaar bekeken of er dan nog steeds behoefte is aan de huisvesting. Voor die 38%. Want bij die 38%.